Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Battlefield Hardline. En zoals je ziet hebben we een iets ander beeld dan waar we gestopt zijn. Dat komt namelijk omdat de game gecrashed was. En jullie hebben eigenlijk niet veel gemist. Het enige was dat we daar bij dat tankstation-achtige ding zijn weggaan. Dune, die heeft ons de tracker in haar, in haar armband gegeven, zeg maar. Dune is er vandoor, die wou er niks meer van, mee te maken hebben. Vervolgens kwamen we bij een afgebrand huis. En toen was daar een collectible die eigenlijk een beetje de game werd aangestuurd om naar die collectible toe te gaan. En dat komt omdat het een parodie is, / troll naar Call of Duty toe. Want in de Call of Duty Advanced Warfare, volgens mij, of in Ghost, één van de twee, loop je naar bij een begrafenis naar de kist toe en dan staat er press F to pay respects. En daar moest iedereen al heel erg om lachen, maar dat was dat lachetje van Call of Duty van dat is echt slecht, maar op die manier. En nadat je dus met de scanner het gescand hebt, kun je ook bij Battlefield Hardline, dus bij dat graf, kun je E to pay respects doen. Dus puur een beetje een soort parodie-achtig iets op Call of Duty. Vervolgens zijn we hier naar de airfield toe gereden en hebben we een vliegtuig gevonden. Die gaat Boomer fixen en wij moeten ondertussen naar de andere dingen toe. Naar de overkant en dat is waar we nou naartoe gaan. Dus dat is ongeveer wat je hebt gemist. Ik kan er niks aan doen, anders moet ik de hele fucking episode opnieuw starten. En dat is gewoon een beetje zonde van de tijd, want dat duurt gewoon weer 20 minuten of zo. En jullie hebben niet echt heel veel gemist, anders had ik het wel gedaan. Ja, ik denk dat ik een idee heb. Oké. Might be a little loud. Komt wel goed. En hier liep de game namelijk vast toen ik hiermee bezig ging, dus ja. Dit wordt heel gezellig. Fucking hell. Dood, dank u. Nope, inderdaad. Hoe de fuck verwacht je überhaupt dat hij een fucking vliegtuig fixt in 3 minuten tijd? Hij is dood, dank u. Als die andere duurt. Fuck jou en je witte pisje, jongen. Oh, helis. Want deze duurde heeft namelijk allerlei illegale dingen. Dat was het idee van de game. Hij is dood, dank u. Dank u. Jesus Christ. Alright, dat was al fucking ziek. Eerlijk is eerlijk, dat was fucking episch. Alright, evidence hebben we ook al gevonden hier. En we moeten daar dus naar binnen. Want daar is het ding wat we moeten hebben. Dat is namelijk de Brute. Om de codes te cracken, die ligt hier binnen. Dus gaan we daar eens even naartoe. Dit is de Brute, dat kleine ding. Oké. Uh-oh. Dat is niet goed. Dat is slecht nieuws. Yay, driving the tank. You are going to need some serious firepower to escape this madhouse. Accelerate fire main canyon. Okay, what canyon? Cannon. Ik weet hoe dit werkt, game. Ik heb vaker in de tank gereden en bij de veld. Wacht, wat ook al. Wacht. Oh, get wrecked! Wat? Defend the airfield, serieus? Objective complete? Ah. Oh. Uh-oh. Ja, dikke tyfus, jongen. He's throwing out a smoke screen. He's running. I think he stalled out. He called the more choppers.
Aha, waar ik op aan het schieten ben. Hallo. Oh, daar was die motherfucker. Hey! Geen tanksex in deze game. Dat is vies. Bah. Boomer, mooi. Mooi. Hij is dood. And the world thanks you. Lekker, lekker. Fuck it, this thing is ready to fly. Oké, okay, kom eraan. Nee, inderdaad. Eigenlijk niet, nee. Fuck it klinkt nog niet echt positief. Zo van, ah, fuck it, ik heb geen zin meer. Ja, ja, ik ben onderweg. Kan ik hier doodgaan in de propeller? Oh, dat wil niet. Ah, daar gaan we dan. We gaan ontsnappen. Nou, gefeliciteerd. Jonge man. Yay! Dat ging wel lekker. We gaan naar episode 9 toe. Independence Day. Getting the boot was a nightmare. Breaking into Middleton safe and cooperative program won't be much easier. Inderdaad. Dat gaat echt niet makkelijk zijn, denk ik. Want dit is blijkbaar een heel goed beveiligd gebouw, wat we hebben gehoord. Dus dat wordt heel erg interessant. Hoop ik. Tenminste, ik hoop dat ze er iets leuks van hebben gemaakt. Maar dat zal wel. Ah, daar gaan we. Continue. Radios, uniforms, C4, scuba gear, harnesses, cable trolley, and one safe-cracking robot. So we're good, right? We are good. Let's get to Miami. Wait. We gotta give this place one last sweep. We don't want to leave anything incriminating behind. Okay. Let me know when you're ready to go. What the fuck is that hissing? Dat dus. Weinig positiefs. Sterf, jongen. Zo. Ah, dank u. Dat is dood, jongens. Zo, zeker weten dat hij dood is. Motherfucker. Vuile bitch. Nou, dat was Stoddard. Oh, wauw. Goed bezig, boomer. What you want to answer? Say hello? Straight to dead guy voicemail. Wait, what are you doing? Dawes is gonna probably want an update. I'm sending him one. What the fuck? Telefoon vloog dwars door zijn lichaam heen. Goed bezig, Jim. Come on, Tyson. Where the hell are you? You should have come out of there by now. It's been over an hour. Maybe you got lost. There's a sign on the door that leads to the tank. How hard could it be? Hey guys, sorry, I got lost. Where the hell are you? Finding the water tank was easy. Finding the drainage, not so much. More pipes than a church organ in there. Hey Tyson, man, stay away from the cameras. Relax. All they're seeing is a hard-working window washer. Get the cable ready. We're moving in. Minimal radio contact from here on out. Got it. Oké, dit wordt zeer interessant. Dit wordt echt heel interessant. En ik kijk uit naar deze missie. Dat is echt leuk. Be glad he's in that building. Otherwise we'd be screwed. Wait a minute. Does every skyscraper down here have a water tank at the top? Most of them. Keeps them from rocking during hurricane season. Man, between his biometric elevators and all the bulletproof glass. Dawes must think that penthouse of his is pretty much impregnable. I guess we'll find out, won't we? Come on. Tyson's dropping the cable any minute. Ah, mooi. We gaan echt naar boven klimmen. Fucking awesome. Hallo. Zwerver. Here, I got another one. These fireworks kind of suck. Aha, inderdaad. There's the van.
Die sukken inderdaad, hé. Jesus Christ, wat een crappy fireworks. Alright. Dit is wel cool. Dit is wel heel erg cool. Alright, daar gaan we dan. Just give me a minute. Come on, kind of on the clock here, Boomer. Yeah, I know. One thing. Are you guys really sure about this? Uit je bakkes. For that, isn't it? Look, I'm just asking. Look, if I was gonna have a million gallons of water drop, 200,000 or 200,000 gallons of whatever, I would want someone to make sure I'm safe. That's all I'm saying. Hey, you got another way up to that penthouse? I'll take it. And blowing out that stabilizer tank was your idea. Hey, it seemed a lot more doable than we weren't about to do it. Ah. Jason's back on schedule. Give me the C4. Here. Got a peanut butter and jelly sandwich in here too? Well, I could write bomb across it if you want. Come on, let's get this over with. De humor in de game is ook echt serieus hoor, man. Die is lekker. Lekker droog. You know, actually, I think I'm good. Mooi. Bakken zouden in de camera. If you want to get a look into the lobby, the parking garage on the right has an advantage. There's a few ways inside. Okay. Looks like it. Loading dock in the back, mezzanine staircase on the side. Also, how many men does it take to guard an office? And lots of guards. Uh-huh. And lots of guards. Guard will be paid the guard. Boss Matt says how many guards he wants. Boss Matt's up. No, freeze, motherfuckers. Whoa, whoa! Dat is in ieder geval al klaar. Nou, de rest nog. Dit gaat heel leuk worden. Dit is veel security. Maar ik snap niet waarom security hun handen op zou steken. Ik zou echt zeggen van fuck off, jongen. Alright, dat is een dude met een warrant. Hmm, niemand aan deze kant boven. Oké. Ah, fuck. Als ik een grappling hook had gepakt, dan had ik naar boven gekund. Oh. Every night and every morning. Put your hands up. Oh, hey, don't move. What? Hey, what the fuck? Alright, mooi. Lekker, lekker. Oké, goed bezig. Goed bezig, Kai, goed bezig. Ja, we zijn binnen via de loading dock nu. Waar moet ik? Waar moet de VD's doen? Crowbar natuurlijk? Ah nee, of niet eens. Wow. Alarm uit. Oké, nou is het wachten, 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 wachten. Who's got some gun? Hey! Keep those hands where I can see them. Uh-huh. Handjes in de lucht, motherfucker. Oké, daar moeten we straks naartoe, maar ik wil die ene gast uit. Gotta try something else. Okay, unlock the elevator. What the hell? Hands up. Hey, keep what? It. Just hang it up. It's okay. Please, laat haar die andere nu, wat zeg ik? Dan is het te doen, anders niet. Als zij die andere niet onder controle had, dan was dit niet te doen. Ja, we die duurt daar boven nog, volgens mij. En waarschijnlijk duurt hier binnen. Freeze. Mooi, dank u. Oké, we hebben ook geen last meer van camera's, lijkt mij. En we kunnen heel veel scannen overal, hebben we geleerd. The distance to is... Oh, hier staat de piece. Mooi. Oké, lekker bezig. Laten we eens even de camera's bekijken. Kunnen we gelijk iedereen spotten namelijk. Dat is het fijne ervan. Oké. Oké. Lekker, lekker. Eens even kijken, wat is de rest?
Okay, that's all that evidence helped like that. Die man gaat sowieso moeilijk doen. Dus wat we moeten doen inderdaad is eerst naar boven toe. En als wij boven zijn, wat wij nu zijn. Deze dude freeze motherfucker doen. En dan kunnen we de volgende punt pakken. Want anders dan zag deze dude ons geheid. 100% zeker dat die dude ons anders zag. Hold it. Geef mij al een warranting, jongen. Niet dat ik het nodig ben, maar ik wil het natuurlijk wel hebben. Het is een soort collectible-achtig iets. Yay! Oké. Okay. Nou moeten we alleen nog naar boven. We hebben aardig wat dingen goed gedaan, naar mijn mening. En nu gaan we met de trap. Dus we gaan naar beneden, neem ik aan. Oh, we kunnen hier ook naar binnen. Ah, dit is met de trap. Is het serieus dezelfde trap? Yep. Oh, for fuck's sakes. Hoe de fuck komen wij dan naar boven met de lift? Lockdown. Ah, okay. In the lobby. Never mind. Enter code. There's gotta be a clue here. Thank it. Okay, bet I can figure out this code. Ah, dat doet hij toch uit zichzelf, dan hoef ik niet wat te doen. Hij gokt ook gewoon elke keer. Bye. Elevator's goed. Unlocked. Kom nu. A lot of guards for the 4th of July, huh? Aha. Think Dawes knows we're coming? Maybe. Ah, stop maar recht. Select floor. Guys, I'm on the 19th floor, but it's a guard party up here. All right. Then we go to 20. Hit him from above. Nice. Aha. So tell me, what did you do for 4th of July when you were a kid? Helemaal niks, want we vliegen in 4th of July. Watch stuff explode. Tyson, we're on 20. Welcome to Preferred Outcomes. I'm outside a corner office. Looks like it's under construction. We're on our way. Damn. Holy crap, game. Yeah, nog een doen met een warrant. Dit is fucking gezellig. Put your hands up. Don't move. Yeah, yeah, no problem. Ik weet niet, dit lijkt heel veel op PD2 voor mijn gevoel. Dit deel. Dit deel lijkt echt heel veel op PD2. Vind ik, weet niet, gewoon met die office en shit, dat je alles sneaky moet doen. Voor mijn gevoel lijkt het erop. We gaan eerst even deze dude. Nou ja. Not bad, Miami. Not bad. Put your hands up. Don't move. Yeah, yeah. Please, no laat problem. Een van die lammen niet zien. Zal fijn zijn. Oké. Okay. Waarom ging mijn telefoon hier net trillen? Ah, hij trilt naar die kant op. Aha, ik zie het. Yep, daar is die. Dan moet er nog meer zijn hier, neem ik aan. 18 meter die kant op. 13, 10, 9. Uh-oh. Ah, die jongen onder ons, die hoorde wat. Ah, dat valt wel mee. Dat is niet echt alarmerend eigenlijk. Stop right there. You got it. You got it. Oké, die duurt down, dan die duurt aan de linkerkant. Hold it right there. Oké. Die gast is ook neer. Uh-oh. We zijn allemaal een klein beetje wakker geworden. Oh, hey, ze gaan op zoek. Is prima op zich, maar we niet zo heel veel laat. Aha, don't fucking move. Ik ga lekker bij je vriendje liggen.
Handen omhoog, ik schiet, vriend. Trick or treat! Oh nee, dat zijn andere dingen. Snel, 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 not alarm. Jesus, guys, this last is better for the group for my sake. Het scheelt dat ik die fucking toets nog wist van het switchen. V is namelijk single mode of auto. Ah, lekker, lekker. Okay. Tyson said he was in the corner office, right? Eens even kijken, wat hebben we nog meer hier te ontdekken en te zoeken. What the fuck? Boven was er niet wat te vinden, toch? Wat denk ik nou maar gek. Volgens mij was boven niks te vinden. Misschien die ruiter of ruiter. Oh wow, dat is lekker glitchy. Lekker bezig, Jim. Lekker bezig. Hoe de fuck moeten we hier iets vinden? 4 meter die kant op. Dat wil niet, want dat is een blanke muur. Dat is geweldig. Ah, 15 meter, 12, 9, buiten de map. Hier naar binnen? Nope, kan niet eens. Dan moet het boven zijn. Dus even kijken of daar de collectible ding is. Ja, hier sowieso. Yep, dat pot. Revenues, catch. Ah, wacht, we kunnen eigenlijk nog hoger. Daar zal de laatste, die andere seekers zijn, denk ik. Ah, het mooie vuurwerk ook. Relief. Waarom staat hij daar eigenlijk? Ah, omdat we daar naartoe moeten wachten. Dan gaan we eerst helemaal naar boven. Of kan dat niet eens? Oh jawel. Dat kan wel. Moeten we niet eerst... We gaan eerst wel even hier naar beneden. Want we kunnen niet, volgens mij niet anders doen dan hier naar boven. Dus... We kunnen beter alvast dit doen voordat we helemaal weer terug moeten lopen en al die andere rommel. Want dat zie ik ook wel gebeuren. En dan moeten we helemaal weer teruglopen. Nou, wat een gekloot. Hey, come on, come on. Here, when we're packed to a lunch. Hey, you know, I actually haven't robbed a place in probably 8 days. Hey, you sure you found the right pipe? I'm sure. And I think you two are nuts. Okay, doei. Hoef ik verder allemaal niet te hebben, maakt me niet uit. Oké, werden dat nou opeens fucking druk is? Dawes relies on that private elevator to keep his penthouse safe. Goddank! Valt me mee, ik had verwacht dat het belachelijk fucking druk zou zijn. Good thing we're not hacking it. All clear. You two Aquanauts can blow the charges anytime. 10-4. Email from Dawes' computer. Oh wow, ik stond er precies voor ook. Wow. Alright. Dat is alle evidence, daar gaan we dan. Use crowbar. We gaan shit opblazen. Yay! Dat is altijd leuk. Dingen opblazen is prachtig werk. Put your mask on. Scuba mask, voor de duidelijkheid. You sure about this? Hey, if we want that money, I have to push this button. Right. Back in LA, you told me to trust you and I did. Look where that got you. Say relax, Kai, it's gonna work. I have no idea if this is gonna work. Then I guess it is my turn to trust you. Mooi. Scuba gear up. Okay, 3, 2, 1. Klik! Uh-oh. Dit is wel fucking cool eigenlijk. Via de liftkracht kun je natuurlijk heel makkelijk naar boven zwemmen op een gegeven moment. Dus als de lift niet werkt kun je juist op die manier naar boven. Dus dat is wel heel erg cool bedacht. Dat is echt heel erg awesome bedacht. Ziet er echt episch uit ook.
Ah, we zijn boven. Gearriveerd bij de penthouse. You good? Yeah. But we better not listen. Aha, dat is inderdaad een goed plan. Maar we gaan Tyson binnenlaten in de volgende port. Ik hoop dat jullie het heel erg awesome vonden. Ik vond het zeker vet ook hoe ze... Ja, in principe hebben we bedacht, maar iets nieuws eigenlijk. Je hebt het nog niet eens volgens mij... Tenminste, ik heb het nooit in een film gezien. Dat je dus de liftgracht zomaar vol met water zet, omdat er dus water boven op een gebouw staat. Dat je dat in de liftgracht laat lopen om zo volgens naar boven te zwemmen. Ik vind dat best slim bedacht, om eerlijk te zijn. Ik ben benieuwd wat jullie van vinden. Of heb je een ander idee van hoe je hier naar binnen zou kunnen gaan? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het weten in de comments. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende part. Laters!